Voordat ik daar wat dieper op inga, allereerst uh, blij en, uh, en trots vandaag dat na een enkele maanden uh, als ad interim, uh, gaat ie Frank, <laughs> uh, als ad interim uh, het nu officieel is <coughs> dat ik algemeen directeur uh, uh, ben en mag zijn van deze mooie club en aan de toekomst kan werken van deze uh, club. Um, Uiteraard niet alleen, zoals Toon net aangaf, blij met, met Pieter. Met enkele gesprekken mee gehad de afgelopen weken als financieel directeur. Ik geloof uit mijn hoofd, na zes, zeven jaar dat we weer een financieel directeur hebben, gezien de groei. En ook straks een aantal speerpunten die, die ik zal benoemen. Denk ik heel goed om weer een CFO te hebben. En uiteraard uh, met Frank. Sjaak uh, Troost tot 1 februari ad interim. Frank gaat half januari beginnen, is achter de schermen al druk bezig maar uh, zal dan ook nog twee weken met Jaak uh, de zaken overnemen en per 16 januari hier aanwezig zijn. Ook wij hebben elkaar de afgelopen weken wat beter leren kennen en daarin ik x aantal dingen met elkaar besproken die hier uh, straks uh, terugkomen. Um, tot slot gaan we nog een uh, commercieel directeur uh, zo spoedig mogelijk uh, aantrekken uh, ter vervanging van mezelf en dan zal het, het uh, directieteam met vier mensen weer compleet zijn. Um, we hebben een aantal uh, speerpunten uh, hebben we nu met elkaar, met Frank en met Pieter en ikzelf, hebben we beschreven. Die hebben we met de RWC gedeeld. En um, wij gaan daar eigenlijk vanaf gisteren, Pieter is vorige week be begonnen al mee aan de slag, uitera uiteraard natuurlijk vandaag. En op voetbalgebied vanaf januari uh, met Frank. Uh, vanaf 2020 hard daarmee aan de slag. En zullen we dan eind 2020 met elkaar voor de eerste keer eens het net ophalen, evalueren waar we staan met deze punten. Om te kijken of we op koers liggen. Um, ik kan uh, niet alle punten benoemen, maar ik zal er zeker drie belangrijke, waarvan ik ook wel verwacht dat er wellicht uh, vragen vanuit jullie kant uh, zullen zijn. En die misschien al kan wegnemen, uh, zal ik gelijk benoemen. Eén uh, is de olifant die misschien in deze kamer staat of wellicht in iedere uh, kamer uh, en kantoor van de Kuip. Dat is het, uh, het stadiondossier. Um, voorafgaand daarvan wil ik zeggen: uh, wel of geen nieuw stadion, heel belangrijk, uh, en waar ik al elf jaar voor pleit, is dat de stadion- en cluborganisatie steeds meer in elkaar schuift. Dat hebben we uh, in januari al aangekondigd, daar zijn we operationeel een eind mee, uh, mee op streek. Maar dat kan, wat mij betreft, nog veel hechter en sneller in elkaar geschoven worden, waarbij we uiteindelijk komen tot één directie en zelfs één begroting. En onze ambitie is ook om eigenaar te worden van het stadion, welk stadion we dan ook inspelen. Um, dat wel of geen nieuw stadion. Uiteindelijk <coughs> zullen we ook de komende maanden met elkaar met het directieteam een beslissing moeten gaan nemen over het, uh, over het nieuwe stadion. Wat ons betreft <coughs> staat daar uh, overeind wat we al afgelopen anderhalf tot twee jaar uh, gezegd en afgesproken hebben. Dat betekent één ding: het moet goed zijn voor Feyenoord, het moet goed zijn. Voor de BVO. Uiteraard hopen we dat het stadion er komt, maar onder de voorwaarden nogmaals dat het goed is voor Feyenoord en voor de BVO. Dat gaat het om drie dingen, die hebben wij vaker gezegd, en het is uiteindelijk een middel om in een nieuw stadion te spelen, en geen doel. En dan gaat het om drie dingen die goed voor ons moeten zijn. Allereerst moet het te bouwen zijn voor de bouwsom die wij hebben afgesproken. Er is een definitief ontwerp gepresenteerd. Men is hard aan het rekenen om te kijken of we het uiteindelijk ook kunnen realiseren voor de afgesproken prijs. En dat moet ook nog een gegarandeerd bedrag zijn. Het tweede is dat we bezig zijn met de financiering. Zoals ik aangaf, zouden wij ook graag eigenaar van het stadion willen worden. En zijn we ook zelf geld aan, op, aan het ophalen. En uiteraard zullen we die 440 miljoen bij elkaar moeten krijgen. En als laatste, de business case. En ik zal het niet te ingewikkeld maken. Zeg maar de lopende begroting van het stadion. Die moet sluitend zijn. Daar moet een minimale garantie van 25 miljoen voor de club uitkomen. Zoals die vaker beschreven is. En heel erg belangrijk, vind ik zelf ook heel erg. Er moet een upward zitten in die business case. Waardoor het mogelijk is om die 25 miljoen ook nog te laten groeien. Als aan die voorwaarden, naast nog een goede BVO-begroting, want er blijft ook nog wat bij de BVO zitten natuurlijk, als aan, die, als aan die voorwaarden voldaan wordt, dan zijn wij zeker voor een nieuw stadion. Maar alleen als aan die voorwaarden voldaan worden, want het moet goed zijn voor de BVO. Ik zeg zelf altijd, als het goed gaat met de BVO, gaat het ook goed met het stadion. En als het goed gaat met het stadion, hoeft het helaas niet altijd goed te gaan met de BVO. Het tweede speerpunt is dat wij de komende jaren weer structureel mee willen doen om de prijzen. We gaan niet over dit seizoen tot nu toe praten, maar wij willen de komende seizoenen meedoen structureel om de prijzen. En dat kan alleen, zoals we dat ook eerder hebben aangegeven, als er een financiële injectie binnen Feyenoord gaat plaatsvinden. Dat staat helemaal los van eventueel een nieuw stadion. Dat zou de komende jaren al in de BVO-begroting opgenomen moeten worden. Wij kijken daar en we verkennen daar diverse opties. Daar is al het een en ander de afgelopen maanden van naar buiten gekomen. Dat kan met buitenlandse, dat kan met binnenlandse investeerders. En wij zijn daar druk mee bezig. Dat zal ook een van de taken van Pieter worden als CFO samen met mij. Met het nieuwe stadion dossier om dat voor elkaar te krijgen. Het allerbelangrijkste is dat wij geen zins van plan zijn om Feyenoord te verkopen. Feyenoord is van Feyenoord. Dat is ook onze ambitie dat dat van Feyenoord blijft. Dus wij zullen op andere manieren proberen om een kapitaal of een financiële injectie binnen de club te krijgen. Om zo weer mee te doen uh, en te strijden om andere, onder andere het landskampioenschap. Um, in mijn rol als commercieel directeur heb ik redelijk van afstand uh, uh, naar het voetbal gekeken. Uh, uiteraard daar uh, in directieoverleggen wel veel over gehoord. Als algemeen directeur zal ik daar ietsje dichter... Uh, uh, op moeten gaan zitten, maar nog steeds van gepaste afstand. Ik denk daar met Frank over gesproken hebben dat daar een hele ervaren en een goede technisch directeur zit die dat straks prima kan runnen. Maar uiteraard zullen wij met elkaar af en toe sparren over een aantal uh, speerpunten en dingen die moeten gebeuren. Het eerste en achter de schermen zullen die gesprekken als Frank gaat beginnen ook plaatsvinden, is om een, uh, een nieuwe trainer, een goede nieuwe trainer voor Feyenoord 1 vanaf komend seizoen. Te hebben. En het tweede, en persoonlijk vind ik het zelf heel erg uh, belangrijk en zou ook de ambitie moeten zijn om met alle elftallen zo hoog mogelijk te voetballen. Of dat nou met je eerste elftal is of met je jeugdelftallen. Maar ook met ons tweede elftal. Dus hebben wij de ambitie om zo snel mogelijk in de voetbalpyramide toe te treden. En met uiteindelijk als doel in de keukenkampioendivisie terecht te komen. Daar zijn op de achtergrond gesprekken met de KNVB over hoe dat precies gaat verlopen. Uh, Daar moeten we nog even afwachten. Dat zal de komende maanden zich uitwijzen. Maar in ieder geval is onze ambitie is om ook met het tweede elftal zo snel mogelijk die voetbalpiramide uh, te betreden. Ik denk dat ik daarmee de, voor, de, voor de korte termijn de drie belangrijkste uh, speerpunten uh, heb genoemd. Ik zie hier vele mensen zitten. Uh, een aantal ken ik. Die ken ik wat beter. Heb ik gesproken. Uh, vele nog niet. Uh, en ik spreek de wens uit om in de komende tijd. Met iedereen hier kennis te maken en uh, wellicht elkaar wat beter te leren kennen. Raymond, dit waren mijn uh, openingswoorden.